We hebben weer een rolstoeltoegankelijk pad. De test! Je wordt zo ongelooflijk blij hiervan. Oh, je bent een geschenk. Nothing ever felt as good. Or as easy. As when we were young. Dus we beginnen met eerst iedereen een hele fijne kerst te wensen. En als je het later gaat kijken, of als een fijne jaarwisseling, als je het na januari kijkt, ja, dan is het gewoon klaar. We hebben nu al een lekkere kerst. Ja, ja. En ik ben nieuw trouw. We hebben weer een rolstoeltoegankelijk pad. Ja. De test. Ja. Ja, daar gaan we nu een recensie over doen. Het is echt zo'n grauwe, sombere decemberdag. Er zitten wel heel veel vogeltjes. Maar echt mooie videobeelden levert het niet op. Toch? Ja, het is absoluut niet fotogeniek. Want het is weer van het typische onbestendige weer in Nederland. Het is net niks, zeg maar. Je kijkt er ook heel moeilijk op. Oh nee, nee. ik ben hartstikke vrolijk. Eén, praktische zaken. Praktische zaken. Ik vond de parkeerplaats niet zo heel goed uitgevoerd. Modder, en moest je met je rolstoel doorheen, dan had ik echt het idee, nou, nee, daar wordt niks. Wat wel heel goed was, de route was heel goed aangegeven. Absoluut. Dat echt heel duidelijk, ja, waar je heen moest. Ja. Geen twijfel over mogen. Nou, eens kijken. De ginkelse hei. Ja. Nee, dat wil normaal gesproken wel nog wel eens een probleem zijn. Dan één keer is het symbool van een rolstoel verdwenen en dan zoek het uit. Nee, dus dat was echt, ja. Ja, super. Ja. Dus praktische zaken, cijfer. Ik wil ze eigenlijk wel een 8 geven. Ja, de toegankelijkheid van het pad zelf. Perfect. Ja. Gewoon helemaal niks aan toe te voegen. Het rolt lekker, rolt goed. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch, want het is asfalt. Ja, je wil eigenlijk niet de hele tijd op asfalt lopen, maar je wil ook niet terechtkomen op een sompig pad. Toegankelijk pad, een 9. Juist. Een leuke wind staan, geloof ik. We zijn bij een 2-sprong. Het is blij dat het geen 7-sprong is. En daar staat geen... Oh ja, daar, linksaf. En daar voetbal. Perkenbos. Prachtige werking in het bos. Maar we kunnen ze ook gewoon hand in hand lopen, hebben we ontdekt. De natuurbeleving. Dat is een buizerd. Ja. Ik denk een vos of zo. Ja, dat moet wel. Je kan dan zo onder het hek door, maar je ziet daar wel een soort van voetsporen. Oké, Mick, laten we deduceren. Het hert kan er niet in, de ree kan er niet in en de zwijn kan er niet in. Houdt over een das, een vos. Konijnen, hazen, vos. Ja. Nog nooit gehoord. Dat? Ik zou niet weten wat dit is. Ja, het was perfect. Het was best variërend. Je start eerst op een soort heiveld. Ga je naar de rechterkant, vind ik heel typisch. Er staat dan dat het een militair oefengebied is. Je mag er wel doorheen lopen, maar het zou kunnen zijn dat je wordt geraakt door een losse vlodder of... Ja, ik vond zelf het begin... Ik vond het heel erg mooi, maar het was niet echt hele bijzondere natuur. Maar naarmate je verder op het pad komt, werd het wel steeds mooier. Ik zou zeggen, voor de natuur, hoe mooi was de natuur? Ik ga naar een 7, absoluut. Ja, okay, ja. Uitkijk denk niet over het plasje heen. Kan het daar ook in? Ja. Dat is helemaal een vlonder heen naartoe gebracht. Ik word zo ongelooflijk blij hiervan. Ja. Maar ik vond het leuk dat de boswachter net even stopte om te vragen hoe het pad ja, vonden. Heel vriendelijk.
het is tot nu toe, even kort samengevat, het is heen en weer. Dat is nu de situatie. Ja, het is geen rondje, nee. Dat dacht ik eigenlijk. En ze willen wel een rondje gaan maken. Ik wil dit in alle seizoenen zien. Gaaf gemaakt, Staatsbosbeheer. Maar dit is gaaf zeg. Nou, en het begint net te regenen. We kunnen mooi even droog zitten. Wauw. Dit is de plas van Gent. Het is echt heel mooi hier. Nou, het lijkt erop dat het zo meteen nog harder gaat regenen. Dus we hebben besloten om terug te gaan. We zijn nog niet bij het einde van het pad geweest. Maar dat gaan we zeker een keer doen. De afstand. Afstand is perfect. Ja. We hebben zelfs de route moeten inkorten. Omdat het vreselijk aan het regenen was. Maar het was goed. Ja, ja. Het was goed te doen. Ja, het was nu al leuk. En we hebben niet eens het einde van de route. Nee. Ja. Gaan we nog een keertje doen als het niet regent. Ja. Dus een cijfer voor de afstand? 9. Ja, dit is ook het gebied waar je in september, augustus, eind augustus, september, dat je van die bronst... Ja, de edelherten, ja. Ja, de bronsttijd van de edelherten, dat ze zo gaan... Hoe heet dat nou? Bulderen? Nee? Brulken. Nee. Nee, Burlen. Burlen, ja. Burlen. Ja, burlen. Burlen de edelherten. En elk jaar zeggen we, daar gaan we heen. Maar we denken altijd dat het niet toegankelijk is. Maar ik denk dat we nu van mening zijn veranderd. Want volgens mij kan je gewoon hierheen. Dan komen we bij het vijfde punt. En dat is eigenlijk gewoon de totaalbeleving. Heb je hebben we een fijne wandeling gehad hier? We hebben een hele fijne wandeling gehad. En dan moet je in acht nemen dat ik het pad zo ongelooflijk lekker vond om op te rollen. Ja. Dat is hoog. De variatie was wat minder. Maar het hoogtepunt waren echt die twee fantastische uitzichtpunten waar je echt als rolstoelen kon kijken naar de natuur. Ik denk dat die nog hoger gaat worden als we weer terugkomen bij beter weer. Maar ik wil nu eigenlijk gaan voor een 7. Ja. Mijn man kan ook heel goed huppelen. Aanmoediging voor andere gemeentes om even heel goed over dit pad een keer te gaan lopen en kijk hoe het moet, rolstoeltechnisch, hoe de ondergrond moet zijn, dat is echt perfect. En dat het helemaal niet zo heel ingewikkeld hoeft te zijn, want dit was een route die voor een heel groot deel gewoon loopt over bestaande paden. Waar je misschien een paar kleine aanpassingen moet doen en een goede routeaanwijzing geeft en dan... Dan heb je eigenlijk al genoeg. Ja, ik denk... Maar voor nu krijgt het rolstoelpad op de Ginkelse Hei te starten bij het natuurcentrum van ons een 8. Ja. Lieve mensen, dat waren de vlogs van 2019. We wensen jullie hele fijne kerstdagen en een heel mooi oud en nieuw. Fijn dat je het zo zegt, want waar ik echt een hekel aan heb, wat me echt irriteert is... Een zalig uiteinde. Ja, ik vind dat zo. Kom op, ik ben toch niet dood of zo? Ja! Zalig uiteinde. Gewoon lekker suipen met oudjaar. Lekker brak, nieuwjaarsdag. Ja. En dan is dus onze volgende vlog. De eerste in 2020. We zien jullie weer in 2020. Ja, zalig uiteinde. Doe voorzichtig. Dag! Met de rund. De vuurwerkstunt. Er zijn nog twee mensen die hebben al een oog verloren. Nu al? Ja. Vuurwerkstunt.